Tina Flederman is 9 jaar en zit in groep 6 van de Maringschool in het Veld. Net als veel andere kinderen houdt ze van tekenen en schilderen, maar is er één ding dat Tina soms een beetje moeilijk vindt. Ik stot er soms een beetje in de klas. En vind je dat vervelend? Ja, want dan wil ik het zeggen, maar dan lukt het niet. Het is voor Tina niet altijd makkelijk geweest om mee te komen. Leeftijdsgenootjes weten soms niet hoe ze met het stotteren om moeten gaan en maakten af en toe vervelende opmerkingen. Mensen een beetje nadeden als ik stotterde, maar dat was niet leuk. Ik dacht, waarom doen jullie dat? Want het is heel vervelend dat ik stotter, want dat vind ik zelf vervelend en dan doen jullie het ook nog na. Maar Tina is zeker niet de enige. Want er zijn in Nederland 170.000 mensen die stotteren en dat zijn veelal kinderen. Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat het een storing in de timing van de spraakspieren is. Dus je spieren staan net niet goed. Dus bijvoorbeeld om een A te zeggen, als je een woord met een A wil zeggen. Het staat net niet goed, dat merkt je lichaam en die gaat zich herstellen. En dan hoor je dus A, 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 A. Want... Het stotteren is op jongere leeftijd gelukkig prima te behandelen. 80%, 85% kan er vanaf komen. Als je eenmaal boven de 8, 9 bent, is de kans heel klein. Met de stotteren van Tina gaat het inmiddels een stuk beter. Ze volgt therapie en heeft zelfs een rap gemaakt om het onderwerp bespreekbaar te maken. Laat mij praten en wees stil. Dat is wat ik wil. Leuk en ook dapper dat ze dat doet. Nou, nu doet ze het ook minder, want vroeger toen deed ze het wel meer, maar nu is het iets minder. Tina hoopt nog op één ding. Dat ik niet meer stotter, maar ik, ja, dat hoop ik.